De plotseling maatschappelijk hoe wie als deze mensen zijn rammer de wereld. Eén ding wat wie als bekend zijn, als deze mensen is zo wie zwaar schoffen. Dan mensen dood, wie wie vreugde is, wat kans van de deze. Nou, dat zijn zo zwaar schoffende mensen. En dat is een zo fijne ding, schoffen en verzorgen van onze familie. Nu de trouble wat wie als deze dan hier moet gaan, is dat wie zijn mens even je schoen naar een ziet en wie schoffen 7 dagen de week maatschappelijk 24 uur en dag en wie loon ons niet zelfs verraven. En wie vangen een bedrag te worden, ons jaar het schwoor, wie worden mooi, wie hebben niet tijd voor familie en vriend, wie hebben niet tijd voor God, wie hebben niet tijd voor de kerk. En al deze verschillende dingen. En zo is het wichtig dat we een dag in het werk vinden waar we ons uitreven doen. Dat is wat God doet. God schoof zes deel de werk en dan verreft hij de zevende dag. En hij heeft ons gezegd dat we zijn in Sabbat houden. Niet het Sabbat, dat is een oude testamentje ding. Maar het is een goede principe dat we zes deel de werk schoffen doen en een dag uitreven doen om tijd te hebben met vrienden en familie, tijd voor de kerk, tijd voor je gemeenschap met God en tijd om onszelf uitreven. Nu Jezus zegt in Matthäus kapitel 11 vers 28, komt alle naar mij, dat je je schwere lossen gaan bedreigd en moeid zijn en ik wil je in ruw geven. En zo Jezus zegt, hey, wenn die moeid bent, kom naar mij. Hou een dag een poort voor die niet schoffen is en verraaf die uit. Kom naar mij en dat is een dag waar we kunnen naar kerk voort met vrienden en familie te zijn en we kunnen ons bloos uitdraven. Dat is wat God ons heeft gemerkt, dat we kunnen schwaar schroffen, maar dat we ook tijd nemen doen voor ons uitdraven. Zo veel is een dag wat Pastor Jacob de boodschap van hij naam dat schroff om uitdraven. En zo streng die aan omdat die uitdraven kost, dat die niet bedreigd is en dat die kost duur zijn voor die familie, dat die kost verzorgen voor eind en dat boven even alles, dat die kost in de gemeenschap wozen met God. En zeg wel even mooi te spreken met dit, wanneer je dacht dat ze werk goed is, denk je aan dat die tijd neemt om die uit te raven.